In hun land was alles zeer streng geregeld. Mensen mochten niet voor zichzelf nadenken en zelfs het lopen over straat moest in rechte lijnen. De leider had alle macht en één keer per maand werd er een gehoorzaamheidstest gehouden. Hoe ver zijn we met de maandelijkse gehoorzaamheidstest? Na 5 minuten gaan we de nationale gehoorzaamheidstest starten. Is alle data klaar? Alle systemen zijn gereed. Oké, nog 15 seconden. Hallo land, nu gaat u leiden. Na de test sprak de leider met zijn onderofficieren. Ik hoop dat de test goed geslaagd is. Je weet natuurlijk nooit of ze nog steeds luisteren. Kinderen die willen nog wel eens gaan nadenken en dromen. Of nog erger, dat ze last krijgen van creativiteit. Dat woord willen we hier niet horen! En om er zeker van te zijn dat alle 19 miljoen inwoners zonder twijfel hun leider volgden, werd alle data van de test gecontroleerd in het speciale data-analyse-laboratorium. Oké, jongens, volgens mij komt nu de data binnen. Ik heb de data! Ik heb de data! Okay. Ik ben benieuwd wat er nu hierin staat. Nou, het ziet er wel goed uit. Op de vraag van de leider om te springen, hadden zo te zien alle bewoners hetzelfde antwoord gegeven. Maar alles werd dubbel gecheckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50.001, 50.002. Dat kan toch niet waar zijn? Echt? Wat? Wow! Dan moeten we tegen de leider vertellen. Oh, grote leider! Grote leider! Dit is de data-analyse. Is dit van de gehoorzaamheidstest? Ja, het ziet er allemaal heel goed uit, maar kijk hier. Dit niet te geloven, dit moet zeker weten van een kind zijn. Dat kind moeten we vinden en resetten. Ja, ik ga mijn soldaten erop afsturen. Ja, goed idee. Goed idee. Het antwoord waarom was vreselijk. Voor de leider betekende dat namelijk dat een inwoner voor zichzelf was gaan denken. Op alle scholen werd daarom goed gecontroleerd. Binnen de lijntjes. Wie heeft er met waarom geantwoord op de laatste test? Er is hier toch niemand, creavies? Na een paar dagen was het waarom kind nog niet gevonden en ging de leider naar huis. Is er wat aan de hand, mama? Is er iets met mij? Met jou is er niks aan de hand. Het gaat over 3304. Oh nee, daar komt vader aan. Hallo, lieverd. Er is iets vreselijks aan de hand. Is een van de kinderen ziek? 3304 heeft creativiteit. Nee, is zij het waarom, kind? Ja, ik ben bang van wel. Kom maar mee. Oh, wat een prachtige tekeningen. En die was nog hier. En dan kan deze nog daar. En dan wordt mijn kamer nog kleurrijker. Oh, ik wist niet dat creavies zo leuk kon zijn. En wat een prachtige bloemen. Die kunnen beneden. Ja, ze is al de hele ochtend hier bezig. En als ik deze nou daar hang, dan wordt mijn kamer nog kleurrijker. Je moet toch het goede voorbeeld geven. Wat? Wil je haar gaan resetten? Ja, ik zal wel moeten, lieverd. Er zat niets anders op dan dat de leider zijn eigen dochter zou gaan resetten. En dan maak ik die nog zo'n beetje af. Een pijnlijke operatie wat live op tv in het hele land werd uitgezonden. Weet u zeker dat u uw dochter wil resetten? Ja, ik moet het goede voorbeeld stellen. Dan pak ik nu de resethelm. Mag ik nog heel even wat zeggen? Ja, natuurlijk, liever. Doe maar! Ik wil jullie nog even wat laten zien. Kijk.
Luister, niemand is gewond geraakt hoor. Dit is alleen even een groetje waar je flauw van valt als je het voor het eerst ruikt. Ik snap dat onze leiders bang zijn voor creativiteit bij kinderen. Maar creativiteit is helemaal niet eng. Het is mooi en goed en maakt ons wie we zijn. Laten we daarom voor onszelf gaan denken. En niet meer springen als het ons wordt gevraagd en binnen de lijntjes kleuren. We hebben recht op onze eigen identiteit.